wel door dat dat gesprek heel belangrijk is voor u. Echt, hè? En ik moet daar ook helemaal niet bij zijn. En daarbij, ik heb een gigantische strijk boven. Dus ik ga gewoon naar boven, maak het wel gemakkelijk. Maar komt wel even iets zeggen als je doorgaat. Ah, oké? Okay? Merci, Rosa. Je bent toch niet te moe? Nee, waarom? Nee, omdat je nog zo laat bent bezig geweest voor je werk. Oh, ik moest nog een en ander uitprinten. Dat moest vanavond weg, daarmee. Ah, bon, bon. Nee, maar als je misschien liever een andere keer afspreekt om te praten... Nee, nee. Allee, je zei het hier nu. Kom aan, zeg mij wat je te zeggen hebt. Ja. Bon, ik... Het is niet de eerste keer, Marie, dat ik... iets doe waarvan ik achteraf besef... wat voor gevolgen het allemaal kan hebben. Ja, dat is waar, ja. Nou, neemt nu die affaire met Dre, hè? En de manier waarop ik het u moeilijk en lastig heb gemaakt. Er is toch weer niks met Dre, hè? Nee, niet met Dre. Nee, zeg rust. Nee, het gaat goed tussen ons. En ik ben de laatste om daar verandering in te brengen. Maar het heeft eerder iets met Marianne te maken. Marianne? Het weer ruzie gemaakt? Erger. Hoe erger? Ik heb haar bedrogen, Marie. En dan een naam? Dat heb je nu eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Ja. Sanitair verkennen, dat kan natuurlijk niet, hè? Ja, het dringt ook niet echt, hè, Frank? Nee, maar toch. Dat is toch belangrijk. Het moet natuurlijk iets zijn dat er nu doet, denk ik. He, dat de klanten direct zeggen van... Oh, dat is het die van daar. Verstaan me wel. Alleen wennen. Dochter Verkamme, BVBA, wat denk je daarvan? Of dingen, hè? LV, de afkorting van uw naam. Nee, ook niet. Of wacht. Leontinidas, hè? De loodschieterij met de chocolaten kronen. Zot! Dat is Simon. Je ziet het precies niet echt zitten. Maar wat? Goh, ja, als dat nu allemaal doorgaat, Leontien, dan zijn we wel Salieri kwijt. Och, Simon, dat is het minste van mijn zorgen. Nou, ik wil vrij simpel beginnen, hè. De gewoon loodgieterij. Installaties, reparaties. Geen luxueuze badkamers, geen jacuzzi's en whirlpools en alles. Nee. Maar daar is anders wel groot geld mee te verdienen, hè. Ja, dat moeten mij niet zeggen, maar het houdt ook enorme financiële risico's in. Hè? Want die gasten met hun balzalen van badkamers zijn niet altijd de beste betalers. Nee, en niet altijd de vriendelijkste mensen. Hè? Ook al niet. Ah. Nee, ik sluit niet uit dat er ooit nog een toonzaal komt, maar nu wil ik de tering naar de nering zetten en niet te hoog mikken. Ugh, onze luknekkers, dat is voor mij al hoog genoeg. Simon, ben je al een beetje gerustgesteld? Kom maar, Suske. Mag het twijfel toch nog om de stap te zetten. Allee, ja, Leontien. Allee, het is te zeggen... Ik denk nu wel dat je er goed over hebt nagedacht, hè? Dat wel. Maar... Allee... Geef toe dat je in het verleden al wel eens een stomme tijd hebt... ik geloof dat je er goed over hebt nagedacht. En allee, ik denk ook wel dat dat zal lukken, maar... 100% zeker zei dat niet, hè? Wanneer wel in de zakenwereld? Voilà. Allee, Simon. Zo'n kans, dat gaan we toch niet laten schieten, zeker? Goh, ik moet dat toch niet direct beslissen, hè? Ik kan er toch nog eens over nadenken. Je hebt groot gelijk, Simon. Het is nu omdat hij in het water springt dat jij ook moet springen, hè? Daar. Spuit elf is er weer. Is het niet waar, misschien? Allee, veronderstel nu in een moment dat dat niks wordt met die nieuwe zaak. Pas op, Leontien. Het is niet dat ik dat wens, hè. Zij daar maar zeker van. Maar denk eens aan die mogelijkheid. Hm? Wat gaat er gebeuren met u twee, hè? Met gij en Simon? Aan den dop. Aan den dop. Oh, sommers. Oh, voilà. Ja, ik weet wat je zult zeggen, Frank. Ik vind wel ander werk. Maar Simon, heeft hij zoveel diploma's misschien? Ik versta dat, hè. Dat ze niet van het een moment naar het ander een vaste job willen opgeven. En hoe heb jij er zo zelf niet gereageerd? Nog voordat Leontien Hiel die zaak uit de doeken heeft gedaan. Hey, dat je bang wordt dat je met tweeën op straat zit staan. Lot ze zorgen, Simon. Alsjeblieft, lot ze zorgen. Ja, zeg het maar. Hoe is dat nu mogelijk? Heb je dat kunnen doen? Ik weet het niet, Marie. Ik weet het echt niet.
Ziet je Maria niet meer graag? Maar jawel. Heeft ze iets gezegd of zo? Of heeft ze iets gedaan waardoor nee, dat... Nee. Of van, ja, het gaat al een tijd niet goed meer tussen ons. Enfin, dat is geen excuus hoor, om te vergoelijken wat ik heb gedaan. Maar, nee, dus... Weet ze het? Ja, van... Ze vermoedt iets, hè. Intuïtie. Ze heeft er u over aangepakt, dus. Ja. En ik heb in alle toonaarden ontkend. Ik had niet de lef om toe te geven dat ik haar verraden heb, ja. Wie was het? Heeft dat belang? Het feit dat het gebeurd is, is al erg genoeg, hè. Meneer, maar kent Marianne haar? Ken ik ze? Kennen we ze? Ja, dus. Ja, maar wie was het? Leontien. Wat? Leontien. Leontien? Ja. Die Leontien? Leontien Verkamme? Maar hoe is dat nu mogelijk? Ja. Oh, nee, maar papa, ik hoor dus hè, dat hij dat met iedereen doet. Ja, ik weet, dat is de wisselbeker van de streek, maar ik zou hetzelfde reageren als jij, maar het is zo, het is, ik zit ermee. Hè. Ik ga niet meer terug. Een verschrikkelijke stomme tijd gedaan. Ik voel me rood slecht en ik weet begot niet hoe dat ik daar moet uitgeraken. Ja, en wat denk je dat ik er kan aan doen? Oh, niet veel natuurlijk, maar... Ik moest iets kwijt, ik moest iets zeggen. En wie anders dan jij heb ik nog die ik voor zoiets in vertrouwen kan nemen? Als ik dat zeg aan die van hierboven hier, hè, die Rosa, die slaagt tilt, die begint op slag weer te dromen. Dat... Oh, nee, nee. En daarbij, je weet toch wat er gaat gebeuren, hè? Je met die dildo terug op dezelfde bureau zit. Hij gaat je niet kunnen gerust laten, Simon. Maar laat ik mij nu niet meer doen, hè? Dat weet ik, maar het is een macho. En een macho die heeft geen respect voor vrouwen. Niks. Een dikke profiteur, dat is Simon. Ah. Als een vrouwtje dat hij je niet kan missen, vergeet ze. Maar hij heeft kort geleden ook nog eens liegen gehad, hè? Letterlijk, hè? En de volgende dag dumpt hij mij als een vuilzak. Voilà, heb je het gehoord? En met zo iemand zou jij blijven samenwerken. Ik denk er nog niet aan, zoals ze. Ja, maar ik zeg toch dat ik mij niet meer ga laten vangen? Suske, ik wil niet dat die Dexter hier nog in uw gebeuren komt. Punt. Leontien, slaapt op je twee oren. We komen, allebei. Morgen, up, ons ontslag en het is gebakken. Oh, Frank, momentje. Hè. Ook niet te hard van stapel lopen. Hè. Dat bedrijf is er nog niet. Hè. Moet er eerst nog het een en het ander voor regelen. Oh, maar dat is toch maar een kwestie van wat paparasserij? Oh, maar dat deed toch meer voeten in de aarde dan dat je zou denken. Hè? Daarom nog even geduld. Ik weet nu dat ik op u kan rekenen. En ik zal er alles aan doen dat we zo gauw mogelijk kunnen beginnen, oké? Okay? Maar ondertussen, mondje toe, hè? Oh, natuurlijk. Jij ook, Simon. Allee, dat is dan geregeld, hè. Dan zal ik maar eens gaan zien, zeker. Ik ben echt content dat we al zo ver staan, Frank. Ja. En geloof me, je gaat er geen spijt van krijgen, hè? Dat weet ik. Dat zie ik aan uw ogen. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Ik zal u eens buiten laten. Ja, ja. Hey, ik weet het wel. Dat is toch niet zomaar gebeurd, hè, tussen u en Leontien? Wat was de aanleiding dan? Allee, waarom gaat het niet meer zo goed tussen u en Marianne? Ze wil niet luisteren. Hè. Ze drijft alsmaar haar wil door. En ze ziet niet in dat ik haar wil beletten om een fenomenale blunder te begaan. Een fenomenale blunder? Ja, 40 miljoen investeren in sanitair verkammen. 40 miljoen, weet je? 40 miljoen? Ja. Jezus. Is die zo rijk? Ja, ik ben er ook van geschrokken toen dat ik dat de eerste keer hoorde. Maar daar gaat het me niet over, schat. Het gaat erover... Allee, ze kent niks van sanitair. Ja, maar papa, het is haar geld en ze doet met haar geld wat ze wil natuurlijk. Nou, dan zet je toch niet alles op één paard? Toch niet alles? En dat is ze van plan, hè? Alles, hè? Alles. Ze wil zelfs dat huis hier verkopen om die 40 miljoen rond te krijgen. Allee. Dat je nu zo'n kapitaal niet in een zwarte kou steekt, akkoord. Maar dan investeer je toch in iets waar je al een voet in huis hebt. Allee, ja, toch met minder risico dan... Zoals wat? Antiek handeltje. Niet de eerste keer dat ik haar voorstel om met mij op grotere schaal te gaan werken.
Ik ben dat gehols en dat geklos langs die boerderijen en die eerhuizen. Zo beu, hè, weet je. Dat is... En nu kom ik een van de weken langs zo'n pand... dat mij perfect geschikt lijkt en groot genoeg om een toonzaal in orde onder te brengen. Zo, alleen zo'n zaak met standing, weet, waar ik al die stukken die ik nu in mijn depot heb staan kan tentoonstellen. En wachten op de juiste koper, verstaat? Ik ben dat al jaren van plan. Maar zij, Marianne, wil daar niet van weten. Hè. Zij wil daar zelf niet over spreken. Dat is... Nee, liever haar geld steken in en weggooien aan een wildvreemde dan... Dan mij met een paar miljoen een duw in de rug te geven... dat ik iets kan uitbouwen waar dat ik haar zou kunnen bij betrekken. Versta je? Ik snap dat je het er wel moeilijk mee hebt. Ja. Maar wat ik nog niet goed snap, is hoe Leontien in heel dat verhaal past. Nou, daar is... Daar is geen redelijke uitleg voor te geven. Dat is... Ja, zij kwaad en geïrriteerd en... Ontgoocheld ook in de vrouw waarvan dat je dacht dat je veel voor haar betekende. Verstaat je? En je loopt het huis uit op zoek naar wat verstrooiing. En ook wat redelijk gedrag. En je komt iemand tegen die je schijnt te begrijpen. En u zelfs het geld wilt geven dat je zoekt. Leontien ja. In antiek. Ja, dat beweerden ze toch. Ja. Ze wou weg bij Verkammen. Oh ja, natuurlijk. Ze wilde haar geld op een andere manier beleggen. En jij bent er natuurlijk weer grandioos ingelopen, hè? Met mijn ogen wijd open. Diep in mijn binnenste wist ik dat ik verkeerd aan het doen was, maar ja. Ik was daar geen ruzie maken en dat je discuteerde zo beu. En altijd dat hameren op dezelfde nagel. Ja, allee, je voelt u gesteund en begrepen en er is iemand enthousiast en boom. Patat. Ja. Nu is die Leontien ook niet zo onappetijdelijk, hoor, maar nee, ja, ik heb me laten gaan. Met alle gevolgen van dien. En nu? Zegt jij dus? Ik zou gewoon teruggaan naar Marianne en haar alles opbiechten. Oh. Dan is de breuk totaal. Maar het zal in elk geval uw relatie met haar op de proef stellen. Maar die ziet u graag, hoor. Oké, jij vindt dat ze in verband met zaken doen nogal raar kan reageren. Maar je zegt zelf dat ze zaken en privé volledig wil scheiden. Als ik je dat vertel, hè, dat gaat ze mij nooit vergeven. En als het van een ander gaat horen, hè, gaat ze het u dan vergeven, denk je? Je kent haar, hè. Ze gaat dat niet gerust laten voordat ze zekerheid heeft. En of dat ze u dan nog gaat terug willen, that's the question. Ja, mannetjes. Het kan verkeren, zei Frankenstein. Ja, maar nee, serieus. Ik zit hier te zeggen dat ik een ander job wil. Binnen de 2 minuten stond Leontien aan de voordeur. Als je dat in een Vlaams filmpje of in de soaplot ziet, dan zeggen de mensen dat je niet mocht overdrijven. Maar het gebeurde, je ziet, het gebeurde. Maar in zo'n situatie kun je de deksel op je neus krijgen. En dat gebeurt ook, hè. Zeg, dat duivenmelkje, dat zit je al een hele dag op mijn kop te schijten. Wat is het, jong? Is uw een blauwe geschelte weer niet gevallen? Ik denk dat het eerder uw Frankenstein niet meer vallen. Allee, als je hem zo ziet zitten, dan zou je denken dat hij het groot lot heeft gewonnen. Hè. De trekking is nog niet eens begonnen. Hoe, de trekking is nog niet eens begonnen? Je hebt Leontien toch bezig gehoord? Ja, dat hebben we. Maar jij schijnt te vergeten dat alleen nog maar plannen zijn, hè? Ja, serieuze plannen, moe. Ja, die serieus in het water kunnen vallen. Ja, zeg. Kan ik zelfs ook van de trap vallen, hè? En blijven botsen? En wat is dan? Hè? Wilt dat dan zeggen dat ik nooit meer naar boven mag gaan? Och, doe niet onnozel. Oh, dat doe je zelf. Allee, hoe is dat nu mogelijk? Ze komen mij hier op een gouden schoteltje een jobbeke uit de 1000 presenteren. En alles wat dat jelle kunt zeggen, dat is pas op, Frank, verslikt u niet. Ja, maar baby, misschien hebben ze nu wel gelijk, hè. Misschien is dat inderdaad bij Leontien allemaal veel geblaat en weinig wol. Hoeveel geblaat, die... Ah, wel, ja, stel nu...
Stel nu dat ze toch nog tot een overeenkomst komt met Luc en Dingen en Marianne. Allee, ja, hoe noemen ze dat? Minnelijke schikking of zoiets. Maar ze zegt hier juist... Ja, hier, hè, Frank. Hier zegt ze dat. Maar als ze morgen de twee andere paljassen zien, hè, en die beginnen te klappen, en dan kun je al graaien hoe dat afloopt. Hè. Dus. Nou, dus. Wat dus? Dus een kieken is geen mus. Oh, gij kunt het toch moeilijk maken? Zie maar dat gaat voor een wagen niet moeilijk maakt. Door het vel van een beer te verkopen voordat hem geschoten is. En vergeet ook niet wat dat Leontien gezegd heeft, hè? Mondje dicht. Ja, moe, alstublieft. Compris? Ja. Zie maar dat jij je mond kunt houden. Doet het nog zeer? Het is beter, maar je voelt dat nog zo. Ja, maar en je ziet het nog zo. Hier is het nog rood. Ja, dat zou wel. Enfin, al goed langs de ene kant, hè, dat je een dokterzebied niet denkt dat ik hem medisch speel. Maar waar zat die Erik zijn verstand, jong? Zo brutaal. Heeft hij verstand? Ik weet het niet, hè. Wij denken toch niet altijd hetzelfde, hè? Dat kan hem toch niet zijn, hè? Goedemorgen. Ah. Vroeg begonnen, vroeg gewonnen. Mag je binnenkomen? Ja, tuurlijk. Maar je bent er toch? Zeg, Luc, ik moet pas om 8:30 beginnen. Hè. Ik heb het tegen hem, Simon. Hij moest al een half uur geleden op de chantier zijn. Ik vond dat riskant. Hoe riskant? Van Simon hier alleen binnen te laten, want we weten wat ze ervan zien. Frank. Ja, maar je zo van die venten, hè, die met hun poten niet van de vrouwen kunnen blijven. Frank, je had beloofd om er niks over te zeggen. Daar is hij volop mee bezig, Simon. Met niks te zeggen. Niks van enige betekenis, tenminste. Luister, de makker, ik zal het nog eens een keer... Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Marianne. Als het praatclubje mij kan doorlaten, er zijn nog mensen die werken hier. Ja? Dank u wel. Voilà. Nu ben ik gerust, hè. Nu dat er nog ander volk bij is. Oh, onnozelaar. Al wat dat gezegd zei, zelf. Nou, zo ken ik u terug, hè, Frank. Dat is uw niveau, kleuterklasniveau. Nu fret er nogal boven de makker. Maar het zal er nog niet op beter zijn, hè. Zemmel zeker. Suske. Baby. Salut, hè. Sterk, hè. En... Braaf zijn, hè? Niet met de vieze ventjes meegaan. Ja, precies, nog maar eens goed. Voordat het laat is. Simon, wat was dat laatste? Wat? Voordat het laat is. Wat wil Frank daarmee zeggen? Luc, je kent de Frank, hè? Die flanst er toch altijd van alles uit, zo. Ja. Zoals gewoonlijk. Simon. Ik zou toch nog eens willen terugkeren op wat dat er gebeurd is. Ongeluk. Liever niet. Het spijt mij vreselijk, Simon. Ik ben te ver gegaan, maar... Ik heb u zeker geen pijn willen doen. Ik weet het. En, allee. Je moet er niet meer over beginnen. Wat voorbij is voorbij. Zweg er maar over. Allee, wat moet ik vandaag voor u doen? Ja, die offerte van Noots, die moet dringend af. Maar ja, het is een beetje ingewikkeld. Ik zal er even een woordje uitleg bij geven. Ah, meneer, kijk, ik verstaan het al. Dat is hier en dat, ja. Oh ja, allee, zoveel te beter. Luc, kun je eens komen? Ja. Ja, ik kom. Ik heb nieuws over Senne. Huh? Ik heb gisteravond nog geïnformeerd en... ze zitten er op het parket blijkbaar erg verveeld mee. Met Senne? Met het feit dat ze hem naar een ziekenhuis hebben moeten afvoeren. Voor wat? Wat heeft hem? Gekwetst. Omdat hij zich tijdens zijn arrestatie met geweld zou verzet hebben. Zo luidt althans de officiële versie. Oh, wat wil je zeggen? Dat ik de indruk heb dat ze iets proberen toe te dekken. Nou, de verwondingen die hij zou opgelopen hebben... zouden wel eens van een heel andere aard kunnen zijn. De Erik, die is in gangen is gegaan. Of een van zijn collega's. Ja, dat wil ik zo snel mogelijk uitzoeken. En ook hoe ernstig hij eraan toe is. Ik ga nu naar het ziekenhuis. Ah, mag ik mee? Ik heb geen bezwaar. Nou, ik wil ook wel mee, ja. Kom, we gaan. Ja. Heb jij Leontien al gezien vandaag? Vandaag niet, hè. Waarom? Oh. Misschien heeft ze wel een heel goede reden om mij niet zo direct voor de voeten te willen lopen. Oh ja. Welke?
Misschien, heb ik gezegd. En zolang ik niet zeker ben, ga ik er ook niks over zeggen. Nee, dat is uw volste recht, natuurlijk. Maar terwijl wij nog met z'n tweetjes zijn, kunnen we het misschien even over de financiën hebben. Ah ja, je bedoelt mijn verse kapitaalinbreng. Yep. Wel, dat gaat in orde komen. Ik ben daar volop mee bezig. Ik verwacht eerstdaags een bod op het huis van Rosa. Ik heb mijn appartement in Knokke te koop gesteld. En ik heb mijn makelaar opdracht gegeven een paar aandelen in liquide om te zetten. Dus het geld zal er zijn, dat is een feit. Ik hoor het u graag zeggen. Maar misschien moeten we stilletjes aan overleggen om te zien hoe en waar we die kapitaalinjectie kunnen geven. Hm? Wel, kijk, ik was aan het denken. Hè. Goedemorgen, collega's. Waardoor is het werk bezig? Ik snap het al. 2 is te weinig, 3 is te veel. Dat was te denken, natuurlijk. Die gaat ons niet binnenlaten. Hij ziet er nog jong uit. We kunnen nog altijd bluffen. Hoe bluffen? Kom maar mee. Goedemorgen, agent. Ik ben meester Weens. Verdediger van de beschuldigde hier binnen. Ik kan mijn cliënt spreken. Oh, wacht eens even. Die 2 die ken ik precies. Medewerkers, dat is in orde. Dat gaat zo gemakkelijk, of wat? Zolang er geen officier op uitkomt. Zie, jong. Jezus. Gewond tijdens de arrestatie. Dat ze daar de ganse wijs maken. Dat is dat disje van een Erik, hè, godverdomme. Dat wordt nog een klacht. Nummer 2. Maar eerst moet ik precies weten hoe het met hem gesteld is. Dat zie je toch? Kan ook inwendig zijn, Eva. Moet een dokter spreken. Je hebt een van mijn medewerkers mee? We zijn zo terug. Haar laatste plannen al gehoord? Hm? Mevrouw gaat zich in de antiekhandel storten. Wat lief. Daar ben ik inderdaad eventjes van plan geweest, ja. Eventjes? La durée d'une folie. Beg your pardon? Marianne zal u daar straks ongetwijfeld meer over vertellen, Luxke. Maar ik wil het nu liever over echt belangrijke zaken hebben. Zoals? Mijn vertrek uit sanitair Verkammen. Pas op bij allebei, want als nu de klok slaagt, dan moet u voor de rest van uw leven zo blijven staan. Vertrek? Ik trek mij terug, Luxke. Ik ruim de baan. Als ik geen zaakvoerder niet meer kan zijn, dan interesseert het mij niet meer. En uw aandelen dan? Die ga ik verkopen. Aan wie? Aan wie ze wil. We leven in een vrije markteconomie, hè? Ik sluit niemand uit. Maar ik dacht zo dat jij 2 er ook wel belangstelling voor zou hebben, hè? Kwestie van de situatie een beetje makkelijker te maken. Kapitaalsverhoging moet dat niet meer. Het geld dat je daaraan wil geven, geef het gewoon aan mij. En je bent ook ineens van mij vanaf. Iedereen content, iedereen gelukkig. Wat denk je? Gaan we nog een beetje wachten of gewoon ineens doen? Hm? Kijk, ik heb de papieren al helemaal in orde gebracht voor de overname. Je tekent gewoon nu en vanaf vandaag heb je geen enkele zakelijke verplichting meer tegenover ene Leontien Verkammen hier aanwezig.